gebiedsontwikkeling in een andere realiteit, wat nu te doen. En daar hebben we ook vanochtend al over gesproken. En die crisis, vastgoedcrisis, die raakt onze sector midscheeps. Nou, vandaag hebben we een advies overhandigd gekregen van de TU Delft, wat ons ook helpt om die gebiedsontwikkeling nog veel verder vorm te geven. Er zitten allemaal hele mooie punten in waar we verder mee aan de slag zullen gaan. Ook weer op het gebied van de vereenvoudiging, maar vooral ook tegengaan voor verkokering. Als je wat gaat doen in een gebied, denk dan niet alleen vanuit infrastructuur of alleen vanuit woningbouw, maar pak het hele brede plaatje. Water, wonen, werken, recreëren. En ik denk dat er hele goede dingen in staan waar we de komende jaren echt weer mee vooruit kunnen. Een nieuwe realiteit is aangebroken. Die laat zien dat risico weer een factor van invloed is. Een voorwaarde is schaarstebeleid als leidend principe. We moeten weg van de vraag hoeveel we maximaal kunnen bouwen, maar invulling gaan geven aan de vraag hoeveel hebben we nodig. Alleen bij schaarste is sprake van duurzaam waardebehoud. Een rode draad vind ik eigenlijk dat een van die disciplines, de economie, te weinig aandacht heeft gekregen. En ik denk dat je die relatie moet gaan herijken. Je zult nog steeds die programmering op orde moeten hebben, maar je zult ook de relatie moeten herijken van inderdaad vanuit het DNA van een gebied. Wat zijn er dan voor mogelijkheden om meerwaarde te creëren? Want daar gaat het dan om. Maar dan moet je dus ook aan de beleidskant, aan de overheidskant, moet je heel veel willen loslaten en veel meer op doelen durven sturen zonder dat je bedenkt hoe het er dan gaat uitzien de komende 10 jaar. Je moet om de business case sluitend te houden en om gebiedsontwikkeling in de juiste steden op kwaliteit te houden en te krijgen, wel echt transparant willen worden in waar de pijn nu zit, waar je gaat afboeken en waar je met elkaar constateert dat je moet blijven investeren. Er wordt meer niet gezegd dan dat er wel gezegd wordt. Nou, dan vind ik het prettig in die rol die ik gekozen heb om daar als adviseur in te gaan zitten, dat ik daar eventjes inprikken kan. De sleutel zit hem in wat meer tijd nemen, iets bescheiden zijn en heel erg lokaal willen worden. Ergens vind ik het echt wel verbazingwekkend hoe we over nieuwe realiteit spreken, moet ik heel eerlijk zeggen. Naar mijn idee is het gewoon heel gezond ondernemerschap en mag je niet eens anders werken. Wij denken nadrukkelijk na in ons ontwikkelproces voor de tweede, derde en vierde huurder. Dat wordt nu in allerlei studies opgeschreven als dat moeten we met z'n allen gaan doen. Maar ik vind het echt heel kwalijk, weet je, dat we dat nu tegen elkaar zeggen en dat we dat niet gewoon altijd hebben gedaan. Gewoon een goed project maken. Als de vraag er is en die eindgebruiker er is, dan kun je denk ik een heel goed product maken. Maar op het moment dat die vraag niet echt heel strak en gestructureerd is, ja, dan is het voor een financier ook moeilijk om in te stappen en ook de backing te geven naar projecten. Het roer moet echt om. Het is heel belangrijk dat het anders ingevuld wordt de komende jaren. De tweede stap is misschien nog wel belangrijker en dat is het terugbrengen van de hoeveelheid regels en procedures. Als Rijk willen wij ervoor zorgen dat we het omgevingsrecht gaan aanpassen, vereenvoudigen. En dat betekent geen dubbels meer in de planstudies, niet meer in de inspraak, alle dubbelingen. En daarmee kun je heel veel tijd besparen.